Deze zieke piece of merch hier gedragen door my beautiful wife. Oh, that's so pretty. You're so nice. Het dropt gewoon deze fucking donderdag. Deze donderdag 18 september om 6 uur in de avond kan je deze zieke pieces. That's so crazy. So nice. Oh, die Big Time Rush muziek in de background, I like it man, I like it. Deze donderdag kunnen jullie deze zieke pieces kopen. Zoals ik al gezegd heb, om 6 uur in de avond. De website staat hier al onder, daar kan je nog niet op, die gaat pas open om 6 uur s'avonds deze donderdag. Don't forget it. Zoals altijd, je ouders van, hey, donderdag, we buying some nice merchandise on my favorite YouTube. Dus maak je donderdag klaar, ga rond de 30 euro, zijn je ouders gaan zeggen van, wow, that's nice. Je krijgt een nice doos, leuke stickers erin, leuke, woehoe. So be ready to buy the nicest merch around, oh, it's gonna be so nice, woehoe. Ook zou het leuk zijn als jullie allemaal subscriben op mijn channel. Want we hebben bijna 420.000 abonnees. En wanneer ik 420.000 abonnees heb, 420.000 abonnees, komt de smoke special. Yes! Nog iets funny is, als ik op de startpagina van mijn YouTube channel kijk, zie ik hier staan ideeën voor jou. Wil je op meer manieren geld verdienen dan alleen met advertenties? Wie wil er nou niet geld verdienen met een kanaal? Yes! I would really like to earn some money with my channel. Voor de rest ook een dikke shout-out naar YouTube om deze tweet volledig te negeren. Maar toch vinden ze het op de een of andere manier nodig om op mijn channel te zetten. Wie wil er nou niet geld verdienen met een kanaal? Haha, that's so fucking funny. Ik vind het eigenlijk helemaal niet grappig. Oh no, what's up? Dus, ik weet allemaal wat wereldrecords zijn. Er zijn wereldrecords waarvan ik zelf ook al dacht van, holy shit, waarom bestaan deze dingen? Zo is er een wereldrecord op de snelste 100 meter ooit gelopen terwijl je in brand staat. Yes, het is een wereldrecord, is no joke. De meeste dabs in 1 minuut. It ain't a joke. Yo! Oh, daar gaat hij weer. Oef, dat was een zieke, man. Dat was een zieke. Again, again, again. Er staan wereldrecords op alles. Maar er zijn er toch een paar die eruit springen, snap je? Er zijn een paar dingen. Hey, ik heb op mijn haar geknipt. Dat is pretty cool. Nicest cut ever. Er zijn wereldrecords waarvan je echt denkt, waarom zou je het zelf proberen? Ik kwam eerst bij het wereldrecord. Snelste hotdog ooit gaan eten zonder handen. Toen zag ik deze vrouw hotdog eten zonder handen. Want, hey, dat is het wereldrecord, man. No hands! One, go. Holy shit. Dit is dom, dit is gewoon idioot. Like, waarom zou je dit proberen? Maar deze video gaat niet enkel over deze vrouw die probeert de hotdog te eten zonder haar handen te gebruiken. Want dit, pretty lame, man. In deze video probeert ze ook het record te breken om het meeste mayonaise te eten in 3 minuten. Het record op dit moment stond op 800 gram mayonaise in 3 minuten. Ik vond dat deze foto er al redelijk uitdagend uitzag. Jezus, heb je ooit al eens een volledige spoon mayonaise in je mond gestoken en niet doen? Dat is niet nice. Het ziet er ook gewoon niet vrij uitnodigend uit ofzo. Dit is gewoon fucked up, hè. Het gaat nog makkelijk binnen. Maar ik ga niet nog wel even. En zij gaat het gewoon in blijven. Ja. En de enige vraag waarmee ik echt zit op dit moment is, ik, waarom ligt er daar een fucking lepel? Is het voor de aesthetic? Who knows? Hey, let's get it, man. 3, 2, 1, go. Lepel na lepel, gewoon in haar bek. Nu, wat mist er gewoon in deze video? Minecraft eating sounds. What the fuck? Even spoiler, ze verbreekt het ook gewoon. En ze verdubbelt het. Ze stopt niet. Ze stopt niet. Er zijn van die mensen die dat boek aan het lezen zijn. En gewoon zie staan dat er een record is voor mayonaise eten. En op een avond denk je gewoon van, hey, ik kan dat bereiken. Ik kan meer dan 800 gram eten in 3 minuten. What the fuck? Tweede jar. Dus dan denk je bij jezelf, het moet toch verkeerd gaan op een bepaald moment. Tuurlijk gaat dit mis op een bepaald moment. Tuurlijk. Op dit moment is gewoon aan pot 3. En ze is nog altijd gewoon high speed eating. Soms begint het moeilijk te krijgen, want ik zie ook dat het gewoon moeilijk begint te worden. Why, yo. Daar hangt het bijna verkeerd. Kijk ook hoe die scheidsrechter, of ik weet niet hoe dat noemt. Kijk ook hoe die mevrouw reageert. Vanaf dat lijkt alsof deze wife even fucking 2 kilo mayonaise gaat uitkotsen. Hier zie je gewoon pure angst in haar ogen. What the fuck ben ik hier aan het doen? Is mijn job echt kijken naar mensen die het wereldrecord mayonaise proberen te verbreken? Ja! Je job is op dit moment gewoon checken of deze vrouw het kan overleven om meer dan 2 kilo mayonaise in haar kloten te draaien. En doe ze het? Ja man, nadat ze bijna moet barven, ze gaat gewoon door! She keeps on going! Ze zit aan haar 4e pot op dit moment. What the fuck? Het feit dat je niet flauw valt hierna
of doodgaat. Of gewoon een plotse hartaanval krijgt. Het is gek. Deze challenge moet ik niet doen op YouTube, man. Pot mayonaise eten per kill in Call of Duty. Dat ga ik niet proberen. In today's attempt, you consumed 2,448 grams of mayonnaise. Which is a new Guinness World Records title. Congratulations! Gefeliciteerd, man. Je hebt nu 2,5 kilogram mayonaise gegeten in 3 minuten. Je bent gewoon de nummer 1 persoon in mayonaise eten onder de 3 minuten. Dit is fucked up, man. Stel je voor, dit is je ma. Je komt beneden in de keuken en ze is gewoon aan het trainen op mayonaise chap. Ik vind de meeste dabs in 1 minuut dat veel gekker dan, like, 4 potten mayonaise eten in 3 minuten. Op dit moment heb je al geen zin meer om te dabben, maar toch blijf je gaan. Deze guy valt flauw hierna. Kijk, je ziet duidelijk dat vanaf 10 seconden dat de dabs gewoon, het wordt moeilijk, man. Ik zag daar een, dat was geen dab, man. Dat was geen fucking dab. Okay, because now I'm gonna have to... Hij heeft 271 dabs gedaan in een minuut. Dat zijn 4,5 dabs per seconde. Heb ik dat uitgerekend met de rekenmachine? Hell no! Nadat ik deze video zag, ben ik natuurlijk op zoek toch te gaan of daar nog zo wat domme dingen waren. Er is een wereldrecord op de hardste stamp ooit in je ballen krijgen. Hiervoor hadden ze een guy echt gehuurd die professioneel MMA fighter was. En deze guy heeft dan 22 km per uur in iemand zijn ballen getrapt. He had his shin into it. I mean, I can feel it coming up. Justice's foot rockets into Kirby's crotch at 22 miles an hour, landing with 1,100 pounds of force. That's even more powerful than his baseline kick. Help me carry the fire. Wat is het eerste wat deze guy zegt nadat hij deze trap heeft ontvangen? And... Dat was een strong kick. Fucking Amerikanen, man. Jullie zijn ziek in jullie hoofd. Je hebt ook het wereldrecord kaarsen uitblazen met schijten. Deze wereldrecord, ik verzin deze dingen niet. En het wereldrecord staat maar op 5 kaarsen. Dus stel, voel jij nu geroepen om 5 kaarsen naar elkaar uit te blazen met een protje? He accomplished this record with the help of a long tube and a courageous friend. Het ding van dit wereldrecord is dus wel dat je ze alle 5 naar elkaar moet uitblazen. Dus je moet gewoon 5 goede scheid hebben naar elkaar. Hey, welkom op mijn YouTube channel waar we heel hard lachen met scheid, kak en pisgrappen. Dat zijn onze favoriete mopjes. Ik weet niet naar waar ik aan het kijken ben, man. Maar blijkbaar zijn heel veel Amerikanen gewoon gefascineerd door een wereldrecord op je naam. We bestaan maar niet uit wat het is. What the fuck? Ja, maar zijn hoofd is... Er zijn dus ook Belgen die hier aan meedoen. En zijn naam is Jeff Peters. Jeff Peters heeft de zwaarste fiets ooit gebouwd. Hoezo? Hoezo? Waarom? Waarom? Zij van een schast nog eieren vangen zonder eind te laten breken. Hoezo? Ik denk dat ik het al kan, man. We hebben ook een nieuw deel in mijn video's en ik noem het Scams in mijn e-mail. Yes, dat was dat goed. Nog een keer. Scams in mijn e-mail. Was die hot? Ik denk wel dat die hot was. De mail noemde Instagram Verify Badge en ik was al direct fucking blij. Ik liep naar beneden. Ik zei tegen haar van, what the fuck, ik ga verified worden op Instagram. After a 1 month profile review by our team, you can apply for a verified badge in your account. You can now see a verified badge at the end of your profile name. To apply for a verified badge, you must follow the steps below. You must reply to this email by attaching a photo of you while holding a handwritten copy of the code below. Geloof dat deze mail dus totdat ik verder begon te lezen. Include a handwritten copy of the above code followed by your username and password. Word on a blank sheet of paper. Nu ja, vanaf daar dacht ik al van nu als iemand ooit zou vragen of je wachtwoord op gelijk welke site, ga je dat niet. En dus vanaf hier wist ik dat het fake was, dus ik reageerde: hello, thank you so much, please verify van der Guns Nata, thank you, please subscribe. Dan hebben ze gewoon dezelfde mail nog eens teruggestuurd. In de tweede mail was het al mislukt om het verify dingetje, de eerste niet, en de tweede wel. Dus dan heb ik deze foto gestuurd met de code erop van Nat en kreeg kanker. Waarop zij gereageerd hebben met: you sent a photo that didn't meet the conditions we said hello to. Please do it again by reading carefully. We said hello to. It does. You have my password. Please verify. Dan hebben ze gewoon weer een blanco mail gestuurd, maar staat de verify ding er weer niet bij. Een dikke shout-out naar Instagram Verify Badge Atlist.ru. Dank om te kijken naar deze video. Vond jij het nu leuk? Smash dan zeker een duimpje omhoog. Vergeet niet deze donderdag droppen mijn hakken long sleeves. Don't forget to buy them. Donderdag, 6 uur, big things. Hier, ik die een pakje Pokémon kaarten open doe. Ik weet niet waarom, maar ik voel iets bij dit pakje, man. Ik heb het gevoel dat hier wel iets is het die ik wil.
Oeh. 1, 2, 3. Oeh, en welke energy is het? Ik denk Harass. Oké, hier moet wel iets goed in zitten, man. Chancy. Giovanni is Exile. Koga Strap. Giolu. Eevee. Jigglypuff. Coffin. Staryu. Slowpoke. Oh, shit! Holy fuck! Yo, yo, yo! En besef dat dit pakje ook gewoon met de birds op was. Dit was gewoon deze. En de birds... Wow, yo! Besef dat dit gewoon pools waren van één doos. Dit waren pools van één fucking tin.